De volgende opdracht is simpel. Blaas zo snel mogelijk op een fluitje. Er is alleen één probleem. Het fluitje zit verborgen in een blok ijs. Aan jullie de taak om het te smelten. Wie als laatste op het fluitje blaast, verliest het spel. Ik heb geen paniek. Ik zie wel heel veel paniek hier. Maar ik heb een paar methoden bedacht. En dat rijtje ga ik gewoon af. Handen. Ik denk dat dit heel warm is. En voeten. Of er overheen pissen. Dit moet lukken. Ja, toch? Warmste plekjes van je lichaam. Daar gaat hij in. Ik heb wel voorgenomen, ik ga het eerst met mijn handen proberen. En goed blazen en wrijven. En als dat niet lukt, dan trek ik toch helemaal kleren uit. Ik heb deze van God onze lieve Heer gekregen. Nou, daar is het altijd warm. Ik denk dat ze daar tussen gaan stoppen. Wrijven maar en shaken maar en weet ik veel. We gaan ervoor. Kandidaten klaar. Smelten maar. Ik ben het ijsklontje aan het raspen. Leek mij de snelste manier. Maar het ijzer komt er nu al hier doorheen. Maar dat gaat natuurlijk nog niet, want de opening moet ook. Lekker. Lekker verkoelend. Kijk, het fluitje is er al. Maar hij fluit nog niet. Ja, ik voel het wel snel smelten. Maar je moet geduld hebben. Even. Ik kom bijna. Zo vol in de beeldplaat gewoon. We moeten wat voor over hebben. Maar hij zit erin. Hij fluit nu. Blaas erin. Ja, zo. Jullie zijn om die oksels wrijven, om die oksels. Dat is veel warmer. Hallo Sanne en René, jullie zijn nog als enige over. Zij heeft veel water in die blokje gehad. Ja, daarop. Oksel. Blijf drijven. Gewoon drijven. Bordje droogmaken. Ja, goed zo. Droog drijven. Is hij ook klaar? Arm draaien. Rondom. Blijf gaan zo. Hij is ook klaar. Ik had hem weer. Ik had hem al. Jeetje. Goed op, Tiger. Het is wel een beetje zuur, maar ik wil natuurlijk nu wel dat Niel dan uiteindelijk de anders kunnen wordt. Dus ik ga haar natuurlijk wel gewoon supporten ook. Ja, dus, dat is lief. Ja, nu moet je het wel goed gaan doen. Nou, ik ga je missen. Dat is niet te geloven, joh. Mijn handen doen gewoon zeer, joh. Maar goed, het wordt ook van de naald. We hebben het gered. Ja, het was leuk. Het ging goed. Het smolt heel geleidelijk en ik vond het echt leuk. Ik konden mijn oksel super snel, buik, benen. Maar ja, alles werd natuurlijk heel koud. Hij was moeilijk te vinden, die fluit. Maar ik ben blij dat ik hem gevonden heb. Alleen blaas er zelf nooit meer op, hoor. Dat ga ik niet meer doen. Laat hem nou eens even zien. Moet je kijken hoe een kanon het is. Dit stond niet normaal. Dit stond niet normaal, net. Nou, en dan moet je eigenlijk gewoon, dan moet je voorstellen dat je dit tussen je naad houdt, hè. Helaas, Rosanne, je persoonlijkheid was net niet warm genoeg om te winnen. Je moet vanaf hier echt alleen verder. Zonder je geliefde tweelingzusje. Wens haar succes en tot nooit meer. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.